Zo ook voor Esther Veldhoen en haar gezin. Haar jongste zoon Tim van 12 is autistisch. Daardoor raakt hij snel overprikkeld als dingen anders gaan dan hij verwacht. En als hij het spoor bijster raakt, dan komt er een heel agressief jongetje. Verbaal, maar ook fysiek. Uiteindelijk hebben wij onze weg daar wel in gevonden door zijn dagprogramma voorspelbaar te maken. Daar moet je wel een beetje speling in houden, want als je echt vaste dingen erin zet met tijden en het gaat niet door, dan klopt het niet meer in het verhaaltje. En dat is heel lastig. En voor hem zeker, maar ook voor ons als gezin zijnde. Meneer zijn lijf. Om Tim beter te leren omgaan met zijn beperking gaat hij regelmatig naar zijn coach, Anita van Pelt. Haar aanpak heeft een positief effect op Tim. Ik werk nu ongeveer 3 jaar met hem samen. En het is een heel groot verschil met hoe hij binnenkwam en hoe hij nu is. Hij heeft veel meer zijn rust kunnen vinden en ook meer afstand van zijn boosheid kunnen nemen. Beter mee om kunnen gaan en hij zit gewoon een stuk beter in zijn vel. De therapie van Anita wordt met het geld van het PGB betaald, maar dat is niet het enige. Van het budget kan Tim ook af en toe een middag of een weekendje weg. In die tijd kan de rest van het gezin dan even op adem komen. Want de beperking van Tim is iets waar het hele gezin dag en nacht mee moet leven. Het is echt topsport wat we leveren. En dat zien mensen niet aan de buitenkant. Maar dit is voor ons net genoeg budget om het vol te kunnen houden. Om af en toe eens even bij te kunnen tanken, is samen uit eten te gaan, eventjes een moment voor jezelf. Want dat is er gewoon bijna nooit. En daarom maakt Esther zich ernstig zorgen over het stopzetten van het persoonsgebonden budget. Anita deelt die zorgen. Zij is ervan overtuigd dat veel gezinnen hierdoor in de problemen zullen raken. Ouders gaan vastlopen, hebben de mensen niet meer om hun heen om zichzelf ook een beetje te kunnen ontlasten. Ik ben bang dat we het niet vol gaan houden. Dat wij misschien wel met een burn-out komen te zitten. En in het allerergste geval dat je kind zo ver van het padje raakt dat hij misschien wel het huis uit moet. En dat wil je niet.